En nu graag aandacht voor de heer Straal. Meneer Straal, statenlid sinds maart 2003. Na drie perioden zit het er voor u dus echt op. Drie perioden. Voor sommige politieke partijen schijnt dat een soort heilige norm te zijn. Waarbij ik mij overigens zelf wel eens afvraag of het wel verstandig is om die norm altijd als heilige valbijl te hanteren. Maar dat terzijde. Wij nemen vandaag afscheid van een intelligent en politiek die beter. U was lid van de commissie Zorg, Cultuur en Middelen. En daar heeft u, zoals u het zelf ooit noemde, met andere statenleden een enkele steen kunnen verleggen op het gebied van cultureel erfgoed, sport en vitaal platteland. Waar u terecht trots op bent, is het feit dat het u gelukt is om politiek draagvlak voor initiatieven te vergroten en daarmee zaken voor elkaar te krijgen. Op deze manier zijn bijvoorbeeld de huizen van de sport in de regio's ontstaan. Ook bent u een van de initiatiefnemers geweest van de jaarlijkse Willem Arondeus-lezing. Een lezingenreeks die de aandacht heeft getrokken en een rij boeiende sprekers heeft opgeleverd. En dat zal in de toekomst niet anders zijn. De Arondeus-lezing zal in die zin altijd met u verbonden blijven. In het veld wordt u ook wel een hoeder van het cultureel erfgoed genoemd. Dankzij uw initiatief heeft u enorm bijgedragen aan de bloei van het Joods Museum en het Joods Cultureel Kwartier in Amsterdam. Door uw contacten kon het project van de restauratie van de Portugese synagoge tot een goed einde worden gebracht en u heeft het Joods Historisch Museum geholpen de juiste wegen te bewandelen in het Haarlemse hier om een hands-on kindermuseum tot stand te laten komen. Dat laatste is een ongekend succes en een ontmoetingsplaats voor cultuur geworden. Meneer Straal, door uw vertrek nemen de Staten afscheid van een kleurrijke verschijning. U verscheen niet zelden in een pak van de meest uiteenlopende kleuren. En de eerlijkheid gebiedt mij te zeggen, het stond u allemaal even goed. U bent een urker in Amsterdam en Noord-Holland. Ik mag daar vandaag nog iets extra's aan toevoegen. Mag ik u vragen naar voren te komen? U heeft drie perioden gediend. Ik hoop dat u ooit nog eens uw grote ambitie om lid van de Tweede Kamer te worden mag realiseren. Ik ga u daarom de koninklijke versierselen opspelden die behoren bij het lid in de orde van Oranje-Nassau en voorts overhandig ik u met genoegen de bronzen penning van de provincie Noord-Holland. De rest ligt ook voor u klaar. Dan richt ik nu